Goedemiddag dames en heren, fijn dat u gekomen bent naar het Innovatieplein om te kijken en luisteren naar presentatoren van zeer innovatieve Nederlandse bedrijven uit het Hilversumse, Amsterdamse en de rest van Nederland. Ze hebben echt veel te vertellen, maar ze moeten dat doen in 2 tot 5 minuten. Dus dat is er tamelijk snel. Daarna kunt u verder aan hun tafels de rest gaan bekijken, beluisteren. We doen dit vanmiddag nog een keer tussen 3:30 en 4:00 bij de middagpauze. Nu gaan we door tot een uurtje of 2. En we beginnen met de AA Media Groep met Benko van der Meulen. Goedemiddag en eet smakelijk. Innovatie anno 2011, dat klinkt als meer moeten doen met minder middelen. Maar het is ook meer content vinden met minder zoeken. Meer productiemogelijkheden met minder risico. Meer kwaliteit met minder kosten. U begrijpt wel waar ik heen wil. Het is niet zozeer een noodzakelijk kwaad om het hoofd boven water te houden. Maar het biedt ook juist heel veel kansen voor nieuwe mogelijkheden. Als we aan innovatie denken, denken sommigen van ons denken aan innovatie in de techniek. Daar krijgen anderen dan weer de kriebels van. Sommigen denken aan innovatie in werkprocessen of organisatie. Daar krijgen weer dan anderen de kriebels van. Maar als je praat over echte innovatie in een organisatie, dan is het vrijwel altijd een combinatie van zowel de techniek, de werkprocessen, als de organisatie zelf. En soms is het zelfs zo dat je ook de bedrijfscultuur moet aanpassen om een innovatie succesvol te laten verlopen. Nou, daar krijgt iedereen de kriebels van. Wat essentieel is in zo'n proces, dat je al die veranderingsprocessen, dat je die goed moet managen en dat het beheersbaar moet verlopen. Dat zijn vaak competenties die niet standaard bij elke organisatie in huis zijn. Dat zijn wel competenties die bijvoorbeeld wij bieden als AA Media Groep. En een van de manieren waarop we dat doen is dat wij ook een leverende techniek, technische oplossingen, heel sterk redeneren vanuit de totale context. Dus we kijken nooit naar de techniek alleen, maar in samenwerking met onze klant kijken we naar de toekomstige situatie die bestaat uit de technische oplossing, de nieuwe werkprocessen eromheen en de nieuwe organisatie eventueel als dat noodzakelijk is. Sommigen van u kennen ons van projectmanagement diensten, anderen van complete oplossingen. We doen inderdaad allebei. Recent hebben we een tweetal projecten opgeleverd die heel erg goed illustreren hoe onze manier van werken is. Een daarvan kunt u zien op onze stand 42. Beide oplossingen zijn oplossingen voor digitaal archief, voor regionale omroepen. En het unieke van deze oplossingen is dat ze gebaseerd zijn, dat is even technisch dan, op een zogenaamde Enterprise Service Bus architectuur. Dat is nog vrij nieuw, dat is techniek die komt uit de IT. En dat heeft een van de grote voordelen dat je relatief makkelijk toepassingen en apparatuur kan aansluiten, omdat je gebruik maakt van standaard interfaces. Die twee oplossingen die we zojuist hebben, of die ik zojuist noemde, die we hebben gerealiseerd, die steken eigenlijk op dezelfde manier in elkaar en ze zien er heel anders uit. En dat komt omdat je relatief makkelijk met zo'n architectuur precies dat kan bouwen wat je klant wil. Je bouwt een web-based applicatie voor de verschillende functies die hij heeft, voor de rollen die hij in zijn organisatie heeft. En je maakt gebruik van dezelfde onderliggende architectuur in de techniek. Deze techniek is eigenlijk in tegenstelling tot wat je vaak een spaghetti-architectuur noemt, waarbij je alle apparatuur en applicaties met één op één interfaces met elkaar moet verbinden. En wat het onderhoud en de flexibiliteit heel erg moeilijk maakt. Een van de andere voordelen van deze implementatie is dat het is een van de eerste implementaties, waar ik weet, dat de volledige ondersteuning van het Roze metadatamodel biedt. Dat maakt het systeem niet alleen intern open binnen de eigen organisatie, maar vooral ook naar buiten toe. En dat is ook een van de wensen van onze klant. Dus dat betreft is het helemaal klaar voor de toekomst, voor een veel makkelijkere uitwisseling van gegevens. Ik nodig u graag uit om naar onze stand te komen, stand 42, om te laten zien dat je wel degelijk meer kan doen met minder. En dan vaak nog makkelijker ook. En ik zie dat ik nog wat tijd over heb, maar als je zegt dat je projectmanagement doet, dan moet je ook zorgen dat je op tijd klaar bent. Dank u wel voor uw aandacht.
aan. Benko, zo is het maar net. Je hebt tijd gewonnen, een minuut. Heel knap van je. En jullie projecten zullen ook wel op tijd klaarkomen dan. We gaan even luisteren naar agentschap.nl. Dat is de advies- en subsidieclub van Economische Zaken, als ik het goed zeg. En wij gaan luisteren 2 minuten lang naar Martijn Monen. Ja, goedemiddag. Ik ken 1 media-gerelateerd bedrijf dat zijn geld in Nederland kan verdienen. En dat bedrijf levert maagzuurremmers aan omroepdirecties. Eigenlijk zijn alle andere media-gerelateerde bedrijven gaan de grenzen over. En of het nu gaat om een eerste afspraak te maken met de juiste venture capitalist op Sand Hill Road bij Silicon Valley, of dat het gaat om de financiering van vele honderdduizenden euro's van een langdurig internationaal technologieproject, soms kunt u bij ons terecht. Ik zou in elk geval willen uitnodigen om met uw idee langs te komen bij tafel 14 en dan kunnen we eens kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Ik dank u wel. De grootste open deur van vandaag. Wij gaan allemaal dood. Maar daar staan we ook niet bij stil. Dat dat morgen of overmorgen al gebeurd kan zijn. Nu is er Sigur, als ik het goed uitspreek. En die staat daar wel bij stil. Tamara, 2 minuten voor jou. Dankjewel. Nou, als je mij vroeger had gevraagd wat ik wilde worden als ik later groot werd, dan was het vast iets geworden als popster of actrice, maar ik had echt nooit kunnen bedenken dat ik ooit nog eens digitale doodgraver zou worden. Nou, dat was bij deze dus. Zo'n 3 jaar geleden hebben wij bij marketingcommunicatiebureau Calanza besloten dat onze weg uit de toenmalige crisis innovatie zou worden. Dus wij hebben naast onze dagelijkse bureaubusiness nog een aantal eigen innovatieve diensten ontwikkeld, waaronder Sigur. Dit is Tim. Tim is on top of things, maar soms net even niet. Dood. Ik heb er een mediatraining voor moeten volgen om het woord überhaupt uit te kunnen spreken. Geen fijn onderwerp, maar ik ga het er toch even over hebben. Want het kan morgen zomaar ineens gebeurd zijn. En wat gebeurt er dan eigenlijk met je sociale profielen, je online profielen, je digitale identiteit? Heb je daar wel eens over nagedacht? Anthony Kamerling, elke dag, ook vandaag nog, nodigt Twitter-volgers uit om Anthony Kamerling te gaan volgen. Hoe kan dat? Netwerken weten niet dat jij dood bent. We hebben net gezien, Tim is niet meer. Maar ja, weet Hives dat? Heel pijnlijk als je dat in je mailbox krijgt, als je de vriend van Tim bent. Wij hebben dus Sigur ontwikkeld. Een website waar jij kan aangeven per profiel wat jij wil wat er gebeurt met je digitale nalatenschap. Wat moet er gebeuren met jouw Facebook-account als jij er niet meer bent? Nou, bij Sigur geef je dat aan op het moment dat je overlijdt. Dan regelen we het ook voor je. Je kan nog denken, ja, zo'n verjaardagsmelding, lekker belangrijk. Maar ons digitale profiel gaat natuurlijk wel steeds meer waarde krijgen. Ik durf zelfs te beweren dat Facebook en Hive straks de banken zijn van de toekomst. Nou ja, als je dan geld in je profiel hebt zitten, dan wil je eigenlijk wel dat dat naar je nabestaanden gaat en niet naar Facebook of naar Hive. Dus kijk eens even op www.sigur.me of kom hier bij stand nummer 1. En dan laten we je graag zien hoe jouw digitale profiel erbij staat en wat je ermee kan. Dank je. Tamara, geweldig. Op het moment dat je doodgaat moet je even een seintje geven. Sigur. We gaan nu luisteren naar Koop Geersing. Die kennen we allemaal van de Avro, waar hij fantastische diensten heeft opgezet, onder meer in klassieke muziek. Hij gaat nu vertellen over Jabbo of Jabbo. Koop. Dankjewel. Dag allemaal. Eet smakelijk. Ik wil u even meenemen naar het product Boop. En Boop is een heel mooi systeem. Kijkt u even met me mee. 2011 is eigenlijk het jaar van de smartphone. Hoeveel iPads er hier ook zijn, hoeveel tablets, het is het jaar van de smartphone. Blijkt uit onderzoek, GfK heeft daar onderzoek naar gedaan, Forrester, CDI. Daaruit blijkt dat de smartphone in 2011 gemeengoed is geworden. En het is het enige beeldscherm, dames en heren, dat u 24 uur per dag tot uw beschikking heeft. Binnen handbereik.
2011 is dus een belangrijk jaar. 55% wordt er verwacht groeit die markt van de mobiele telefoons. En 3,3 miljoen Nederlanders hebben er al eentje. Boep is audio en video. En het is voor de smartphone. Dus op uw mobieltje ontvangen. Werkt altijd met iedere bandbreedte en ieder merk. Geen geknoei meer met het is flash, dus het werkt niet op mijn iPhone. Boep heeft dat georganiseerd. Gaan we even kijken naar die audio en video. Wat kun je daar dan mee? Dat kun je verrijken, kun je allerlei dingen aan toevoegen. En daarna kun je het delen op allerlei mogelijke manieren. Via sms, misschien al een beetje ouderwets. Social media, wat u maar wilt. Facebook, Twitter, LinkedIn. Of u kunt het zichtbaar maken in augmented reality. En via een QR-code, quick response. Boep heeft die QR-code en zorgt ervoor dat je ze op je telefoon kunt aanmaken. 1, 2, 3, 4, een heleboel. Identiek of verschillend. En daarna kun je aan die QR-code content koppelen. Hoef je niks voor te programmeren, audio of video. En het bijzondere is, je kunt het weer wijzigen, zo vaak je maar wilt. En die QR-code is dus om content te ontsluiten. Ook dat kun je verrijken. Nou, hoe kun je dat verrijken? Bijvoorbeeld met een tijdslot. Het mag alleen maar zichtbaar zijn tussen zo laat en zo laat. Of met een geolocatie. In Amsterdam krijg je andere content dan in Rotterdam. Nou, hoe werkt het? Je scant die content en vervolgens speelt die content af op ieder merk mobiel platform. Dat kan allemaal met Boep. Je kunt in Boep ook nog eens een keertje een route aanmaken met Google Maps. Dus plan maar in Hilversum, het mediadorp Hilversum, een route. En vervolgens, als je die route gemaakt hebt, kun je hem weer delen met anderen. Je kunt mensen dus op pad sturen, ideaal. Boep is een CMS, een content management systeem, en een applicatie. En als u meer belangstelling voor dit product hebt, komt u dan alstublieft even naar plekje 29. Hele fijne middag nog, dank u wel. Dank je wel. Ja, wat een prachtige presentatie op het scherm. Eindelijk iemand die weet hoe je met PowerPoint-achtige dingen moet omgaan. We gaan luisteren naar Ron Smits. Ah, daar staat hij toch al. Ron, welkom. En jij bent van Arbor Media. Dat klopt. BV. Doe je best. Twee Dankjewel. Minuten voor jou. Oké, okay, dames en heren. Goedemiddag en eet smakelijk. Ik ben van Arbor Media. Ik heb 2 minuten de tijd om even kort te vertellen iets over ons bedrijf. 2 minuten is niet veel. We staan volgend jaar 20 jaar. Ik heb uitgerekend wat de compressiefactor is, maar die is behoorlijk. Ik wil eigenlijk even heel kort vertellen. Een van onze kernproducten is een opnamesysteem, logdepot, wat we internationaal verkopen. Geschikt voor de toepassingen die u hierboven ziet staan. Ik wil mij beperken tot het noemen van de klanten die we hebben, omdat dat in ieder geval aangeeft dat het een interessant product is, denk ik. Wij verkopen het systeem in 2 markten, in de broadcastmarkt en in de, wat wij de conference markt noemen. Conference is voor het opnemen van conferenties, vergaderingen. En dan moet u met name ook denken aan parlementen bijvoorbeeld en dat soort klanten. Onze klanten in de... Even kijken, ja. Onze klanten in de conference sector zijn de allergrootste klanten op dit gebied. U ziet hier klinkende namen staan en dit zijn er maar een paar. Voor broadcast geldt een beetje hetzelfde. Ook daar hebben we hele grote en bekende Europese klanten die we tot onze klantenkring mogen rekenen. Zoals gezegd, het zijn er maar een paar uit een veel grotere lijst, wat ook wel... nodig is als je 20 jaar bezig bent. Ik wil tot slot alleen even aandacht vragen op een nieuwe dienst die wij nog niet operationeel hebben, maar die we per 1 juli gaan lanceren. Die dienst die gaat het levenslicht zien onder de naam RapTV. En RapTV is een platform waarmee u televisieprogramma's kunt opnemen en u kunt zelf bepalen welk programma u opneemt en wanneer. En u kunt ze via internet dan weer terugkijken op een hele gemakkelijke manier. Dank u wel. Geweldig. En dit soort pareltjes van bedrijven
zijn helaas niet erg bekend, maar verdienen dat uiteraard wel. En daarom presenteren we ze ook hier. We gaan luisteren naar... Ik zeg altijd, ik gebruik die dienst op mijn computer. Je kunt er je software mee monitoren en over communiceren. Ik zeg altijd Wacopa, maar misschien moet het Wacopa zijn, want het is internationaal. Wacopa. En Mark Schiefelbein gaat erover vertellen. Dankjewel. Ja, hallo allemaal. Ik hoop dat het een beetje smaakt, de lunch. Mijn naam is dus Mark Schiefelbein van het Nederlandse technologiebedrijf Wacopa. En ik wil jullie graag vertellen vandaag hoe Wacopa jullie kan helpen om in kaart te brengen wat uw doelgroep online doet. Waarom is het belangrijk? Nou, we weten allemaal dat mensen tegenwoordig steeds vaker en langer online zijn. Maar het is ook zo dat ze steeds belangrijkere dingen online doen. Ze gaan niet alleen maar informatie consumeren en lezen, maar ze gaan foto's delen met hun vrienden. Ze gaan zoeken, ze gaan dingen kopen, ze gaan discussiëren en analyseren. Dus online wordt een steeds belangrijker onderdeel van hun leven. En als marketeer moet je dus heel goed weten wat mensen online doen. Hier kan Wacopa mee helpen. Hoe doen we dat? We hebben een kleine tracker applicatie geïnstalleerd die op computers van consumenten wordt geïnstalleerd. En op die computer bijhoudt wat mensen online doen. Dat gaat via een consumentenpanel. De panel, dat doen we of in samenwerking met marktonderzoeksbureaus. Of een eigen panel wat Wacopa heeft in samenwerking met PanelClix. Of dat kan ook een klantenpanel zijn van een groot bedrijf. En via deze tracker verzamelen we allerlei informatie. Dus bijvoorbeeld op welke websites komt uw doelgroep online. Niet alleen op welk domein komen ze, maar ook op welke pagina's. Dus bijvoorbeeld op nieuwsites, welke nieuwsites consumeren ze, welke artikelen lezen ze, welke winkels komen ze, welke producten bekijken ze daar. Naast websites brengen we ook in kaart het zoekgedrag van mensen. Dus op Google, op Bing, noem maar op, waar zoeken mensen op. En ten derde, welke advertenties hebben mensen online gezien? Al deze informatie die maken we beschikbaar in een online dashboard. Dus dat is gemaakt voor media planners of online marketeers die analyses kunnen doen in deze dashboard naar het online gedrag van hun doelgroep. Het is een heel makkelijk dashboard. Daarmee kun je dus bijvoorbeeld zien van wie is mijn doelgroep? Wat is het verschil tussen mijn site en de site van mijn concurrent? Op welke winkels komen mensen? Op welke sociale media zitten ze? En nog veel meer. Er staan een aantal dingen centraal. We zorgen ervoor dat in die dashboard objectieve informatie terechtkomt. We meten dus 24 uur per dag, 7 dagen per week wat mensen online doen. Tennis Nipo, een van onze klanten, heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan. Ze hebben gekeken naar hoe gaat het als iemand een reis boekt online. En dat is niet alleen dat hij op een site komt en dan zegt ik ga nu naar Parijs en vliegen en vertrekken. Maar het is vaak een proces van 8 weken waar we dus over die hele tijd in kaart brengen van hoe zoeken mensen naar bestemmingen, hoe oriënteren ze zich. Gaan ze prijzen vergelijken, gaan ze nog naar hotels kijken, naar luchtvaartmaatschappijen enzovoort. Tot het moment dat ze boeken en ook daarna. Dus hoe kom ik bijvoorbeeld bij het vliegveld enzovoort. Het is heel persoonlijk. We meten dus in een consumentenpanel. Dat wil zeggen dat we niet alleen weten het IP-adres van iemand die op je website komt. Maar echt wie is die persoon erachter. Demografische gegevens tot en met 200 achtergrondkenmerken die we bijvoorbeeld in samenwerking met PanelClix weten van die consumenten. Uiteraard is het allemaal heel erg veilig. We zorgen ervoor dat mensen alleen meedoen als ze dat ook willen door een opt-in systeem. Hierdoor hebben we dus ook geen last van bijvoorbeeld die cookie-wetgeving die gisteren is besproken in het parlement. Dus het is gewoon een opt-in panel waar mensen toestemming geven dat we mogen meekijken wat ze online doen. Verder zorgen we ook ervoor dat respondenten die meedoen altijd controle hebben en kunnen zien wat over ze wordt getrekt. Dus hierdoor bereiken we dat mensen wel bereid zijn om toch wel privacygevoelige data aan ons door te geven en beschikbaar te stellen voor marktonderzoek, uiteraard op een anonieme manier. Het is allemaal erg behapbaar. Je kunt je voorstellen als je 24 uur per dag, 7 dagen per week een panel van laten we zeggen 10.000 Nederlandse consumenten gaat bijhouden online, dan komt heel veel informatie binnen. Wij zorgen ervoor dat in onze dashboard deze informatie heel erg makkelijk en inzichtelijk is voor een marketing manager of een media planner. Het laatste punt is, we helpen die media planner of marketing manager ook met de communicatie van deze informatie door een goed ontwerp het mogelijk te maken, inzichten heel helder te communiceren naar de doelgroep. Dus dat was in 5 minuten wat Wacopa doet om jullie te kunnen helpen inzicht te krijgen in wat uw doelgroep online doet. Als jullie nog vragen hebben,
sta ik later bij het begin van het innovatieplein op de stand van ABN AMRO. ABN AMRO heeft eigenlijk deze slot gehad en was zo vriendelijk om Wakupa te laten pitchen. We zijn een goede klant bij ABN AMRO en dus grote dank om deze slot over te mogen nemen. Maar jullie kunnen mij ook een mailtje sturen of Twitter contact met mij opnemen als jullie nog vragen hebben. Dankjewel. Dankjewel, heer Schiefelbein. We gaan over naar een partij die alles weet van het bemiddelen van stages en personeel. Met name gericht op mediabedrijven. En Jan-Rieke Homminga gaat erover vertellen. Media stages, stages en media staffing. In één adem door. Jan-Rieke. Dankjewel. Goedemiddag allemaal, welkom op het Innovatieplein. Als jullie even geen trek in techniek hebben, misschien vind je het leuk om iets over mensen te horen. Want dat is wat wij doen. Media Stages is een bruggenbouwer. Wij staan ergens tussen de opleidingen en het werkveld in. En werkveld betekent voor ons de publieke omroepen, maar ook heel veel productiehuizen, RTL, Endemol, iWorks, noem maar op. Wat wij doen, wij plaatsen stagiaires. Wij doen de werving van de stagiaires. Dat kunnen we doen omdat we heel veel contact hebben met de verschillende media gerelateerde opleidingen. Maar ook met bijvoorbeeld de UvA en alle andere wetenschappelijke opleidingen. Wij doen de werving via onze website en via een mailing. En vervolgens selecteert een bedrijf zelf zijn eigen stagiair. Want het is natuurlijk belangrijk dat je een stagiair vindt die past bij je eigen bedrijf. En vervolgens nemen wij de administratie uit handen. En doen wij de hele verloning van de stages, zeg maar. Voor wie werken wij? Wat ik al zei, we werken voor alle publieke omroepen. We werken voor heel veel commerciële bedrijven, omroepen, productiehuizen. En natuurlijk steeds meer multimedia bedrijven. Want wat u ziet is dat het niet alleen maar meer gaat om de tv. Dat hebben we natuurlijk vanochtend ook gehoord. Het gaat niet meer om het medialandschap, maar het gaat om het datalandschap. En ook wij zien in ons klantenaanbod dat er steeds meer mensen komen die een multimediale, zich in de multimediale sector bevinden. Daar plaatsen wij ook studenten. Als je kijkt welke richtingen de studenten vandaan komen, heel klassiek. Natuurlijk vanuit de kant van de journalistiek en de productie. Steeds meer studenten vanuit communicatie en marketing. Logisch, want dat blurt allemaal steeds meer in elkaar over. Heel veel vraag naar studenten op het gebied van webdesign, ICT, multimedia, multitechnologie. Nou, je kan het multicommunicatie, interactieve, noem het maar op. Er zijn heel veel opleidingen in die richting en ook heel veel studenten gelukkig. Ook gelukkig nog camera, geluid en montage. Daarnaast steeds meer evenementen, organisatie en alle ondersteunende stages. Daar kunnen we ook stagiaires voor werven. Wat vinden wij belangrijk? Nou, eigenlijk hetzelfde wat u ook belangrijk vindt als u mensen aanneemt. Als u een student zoekt, dan wilt u dat hij binnen het team past. Het moeten altijd teamplayers zijn. Mensen gaan gewoon op gesprek bij de stagebedrijven. En wij zien dat de stagebedrijven selecteren op motivatie. Het eerste waar iemand naar kijkt is een student gemotiveerd? Is die enthousiast? Heeft hij er zin in? En vervolgens kijkt men ook nog naar de opleiding die men volgt. De houding en de motivatie zijn belangrijk. Sociale vaardigheid, natuurlijk de taalvaardigheid en natuurlijk de opleiding. Wat zoeken wij bij u? Afstudeerstages. Wat wij heel veel doen zijn meewerkstages. In de media wordt heel hard gewerkt. Door heel veel mensen en ook door heel veel stagiairs. Maar waar een chronisch tekort aan is, zijn afstudeerstages. Dus houdt u zich bezig met innovatie en heeft u een mooi project? Of wilt u iets met marketing en communicatie en zoekt u een student? Kom eens bij ons langs. Wij staan hier recht tegenover en meld u aan voor een afstudeerstage. Want onze studenten, noem ik het toch een beetje, ze zijn niet van ons, maar zo voelt dat een beetje, die zoeken ook afstudeerstages in de media. En daar zijn we met z'n allen niet zo heel erg goed in. Gelukkig wel in innovatie, maar afstudeerstages heel graag. Heb ik nog een heel klein beetje tijd. Wij hebben namelijk een kweekvijver. 1200 stagiaires per jaar. Die komen bij ons vandaan. Reken maar uit, we bestaan al 20 jaar. Ik ken hier een heleboel mensen die hier rondlopen die ooit via mediastage stage hebben gelopen. Die zitten in een kweekvijver. En die kweekvijver die zetten wij nu in via mediastaffing. Wij dachten, we zijn een goede ondernemer en we starten een payrollbedrijf. Maar wat voor een payrollbedrijf? Specifiek op jong talent. Wat wij willen doen is die studenten die nog bij ons vandaan zijn gekomen, ergens een plekje geven bij u in uw bedrijf. Via payrolling, want ja, flexibele arbeidskracht is noodzakelijk. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan horen we het graag. Bedankt voor de tijd.
misschien... Jezus. Eten vergeet dus nog daar aan toe, mijn microfoon. Cloud. Een van de hypewoorden van dit jaar. Het betekent eigenlijk dat we de dingen die we doen op de computer en de inhoud die we daar hebben, dat we die een stukje verder wegzetten. Consumenten zijn daar natuurlijk al mee begonnen met Gmail, et cetera. Bedrijven gaan het ook steeds meer doen. En een bedrijf dat erin actief is, heet Dutch Cloud. Martijn van Zoeren. Dank u wel. Hallo. Mijn naam is Martijn van Zoeren. Ik ben CEO bij Dutch Cloud. En Dutch Cloud is een cloud provider. Wij zijn specifiek specialist op het gebied van infrastructure as a service. En wij doen het met name naar bedrijven. Dus niet naar consumenten, maar naar bedrijven. Waarbij we begrijpen dat IT-capaciteit, als het flexibel is, moet worden aangepast aan processen en procedures binnen uw onderneming. En daarvoor hebben wij specialisten in dienst. Als je kijkt waar wij op inspelen, is dat op de behoefte aan flexibiliteit in IT-capaciteit. Dat betekent dynamische omgevingen. Ik zie cloud computing als een grote ballon. Die kan groter worden en kleiner worden op het moment dat u dat nodig heeft aan capaciteit. Zonder dat security of architectuur verandert. Wij spelen dus in op die flexibele behoeften. Als je dan kijkt op welke laag Dutch Cloud heel specifieke diensten levert, dan is dat op het gebied van infrastructure as a service. Dus infrastructuur, capaciteit. Morgen 10 servers nodig, 10 servers beschikbaar. Morgen 20 teruggeven, morgen 20 teruggeven. Hetzelfde geldt voor storage. Als je kijkt waar wij uniek in zijn, dan is dat met name architectuur en security, waar veel over gesproken wordt in cloud computing, door u wordt bepaald. Wij kunnen wat dat betreft een traditioneel architectuurplaatje provisionen in onze omgeving, waarbij u volledige controle heeft op die architectuur en security. U zult heel veel horen dat cloud prachtig is. Sneller, goedkoper, het wordt allemaal prachtig. Mocht u nou weten en willen weten hoe u voor uw organisatie dat optimaal kunt inzetten en kunt gebruiken, maar ook wat de valkuilen zijn, nodig ik u uit om ons op de stand hier achterin te bezoeken. Dank u wel. Dank je wel, Martijn. Heel goed. Wij gaan verder met ook zo'n innovatief technisch bedrijf, Sivolution. Matthijs Wolf, aan jou. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Matthijs Wolf. Ik ben sales director bij Sivolution. Ik kan hier heel veel vertellen, maar wij willen jullie vandaag vooral heel veel dingen laten zien. Wij staan hier links en dan rechts en dan aan je linkerhand. En we nodigen jullie allemaal uit om onze demo's te komen bekijken. Later vandaag om 5:00, dan vertel ik zo meteen nog wel wat over, hebben we een hele gave demo. Wat voor ons nog wel een beetje spannend is. Ook daarover zo meteen meer. Sivolution is een partij, bestaat al een tijdje. We zijn een spin-out van Philips. In 2008 zijn wij met behulp van extern kapitaal uit Philips gestapt. En zijn wij onze eigen business begonnen. We hebben daarbij een monitoringpartij in de UK overgenomen, genaamd Teletrax. En wij hebben de watermerktechnologie van Thomson ook geacquireerd. En daarmee zijn wij marktleider op het gebied van wat wij noemen content identification. Sorry trouwens voor de hoeveelheid Engels die ik hier gebruik, maar 90% van onze markt ligt buiten Nederland. En om te gaan vertalen ben je een dag bezig, want je denkt niet meer na over de Nederlandse termen voor dingen. Sorry. We hebben een hoofdkantoor op het Hightech Campus in Eindhoven, uiteraard. Eindhoven overigens onlangs uitverkozen tot de slimste omgeving van Nederland, heb ik begrepen. Ik kom daar niet vandaan, dus ik heb daar niet aan bijgedragen. Maar de mensen in onze development teams absoluut wel. Verder hebben we vestigingen in Rennes, waar we een hoop ontwikkeling doen. We zitten in Los Angeles, waar we met name de studio's bedienen. We hebben een kantoor in Londen, in New York en sinds kort ook een kantoor in Shanghai. Er werken meer dan 100 mensen, waarvan gelukkig meer dan 50% in research en development. En met een aantal technologieën die ik zo meteen even heel kort zal beschrijven, doen wij verschillende platforms bedienen als het gaat om content identification.
Wie zijn onze klanten? Heel breed, dus ik heb ze niet mijn naam genoemd, maar even heel snel. App builders, audience management, kijkcijfers. De Buma Stemra's van deze wereld. Advertising organisaties in iedere vorm. Overheidsinstanties, broadcasters, Hollywood studios, hardwarefabrikanten, content owners. En dan kun je denken, we zitten heel groot in de sport en de entertainment. We maken gebruik van twee technologieën die ik heel kort zal toelichten. Watermarking is de technologie waarbij je iets unieks toevoegt aan de content, waardoor je de content altijd kunt herkennen en kunt herleiden naar de persoon of de set-topbox of de computer of de iPad die de content heeft ontvangen. Dus je maakt de content uniek, je voegt iets toe. De volgende is fingerprinting. Vaak is er verwarring, maar fingerprinting, daar voeg je niks toe aan de content, maar daar haal je de kenmerken van de content eruit. Dus je extraheert iets uit de content, dat stop je in een database. En je kunt later, als je de content op internet vindt, kun je bijvoorbeeld gaan kijken of dat bekende content is. Nogmaals, op onze stand kunnen we daar veel meer over vertellen. Wat doen we daar dan mee? Drie dingen: media protection, media intelligence en media interaction, met mooie Nederlandse termen. Media protection moet je denken aan het forensisch watermerken, waardoor de content die op het scherm komt en volledig DRM-vrij is, op dat moment toch een watermerk heeft en toch altijd beschermd is als die bijvoorbeeld door een videocamera gefilmd wordt. Dat demonstreren we ook op onze stand. Kom gerust even kijken daarnaar. Digital cinema, waar we in een marktaandeel van zo'n 100% hebben te weten verwerven in de projectoren. En online. Media interaction is iets waar we om 4:55 komt allen naar de grote zaal een prachtige demonstratie van gaan geven. Second screen, ook zo'n mooi buzzword. Maar second screen is pas second screen als je second screen precies weet waar jij zit in een programma. Onze technologie zorgt daarvoor, zodat je je extra content of je advertising die je wilt gaan pushen naar de consument ook de dag daarna nog kunt pushen als die persoon met een timeshift zit te kijken. Verder doen we de media intelligence, dan moet je denken dat is audience management, kijkcijfers, internet monitoring, waar we een aantal hele grote, zeg niet, zo niet de grootste sportevenementen in de wereld live monitoren en dan op internet gaan kijken of daar geen illegale streams van zijn. En dus de videosync, je ziet hier een plaatje ervan, ook dat kunnen we demonstreren, download allemaal met de fantastische guest internetverbinding die we hebben in de App Store. Als je een iPad of een iPhone bij je hebt, de Civolution applicatie, zoek op Civolution, download hem en dan kun je vanmiddag of bij ons op de stand meteen kijken hoe dan die live synchronisatie werkt. Wij vertellen graag wat je er allemaal mee kunt doen. Volg ons ook vooral op Twitter, want we zijn heel actief. En stuur een mailtje, kom langs en ik vertel jullie er graag over. Dankjewel. Dat is pas timing. Geweldig. De volgende spreker zei, fluisterde tegen mij, Eindhoven heeft niet alleen de meeste technici, maar ook de meeste autisten, is vorige week bekendgemaakt. En dat is Koos Maring. En hij heeft wel een heel bijzondere markt. Hij doet iets in onbemande vliegtuigjes met Broadwing. 2 minuten voor jou. Dankjewel. Ja, mijn naam is Koos Maring. Ik ben oprichter van Broadwing. Ik heb het initiatief opgepakt om zakelijke dienstverlening uit te gaan voeren met onbemande vliegtuigen. We zien ze tegenwoordig wel op het krantniveau. Maar, kort gesouffleerd om iets luider te spreken. Wij willen zakelijke dienstverlening doen met onbemande vliegtuigen. Geen hobbyniveau. U huurt iemand in en die komt met zijn vliegtuig en verricht een bepaalde applicatie. We hebben daarvoor veel onderzoek gedaan en ook markten onderzocht. En wat wij zien is natuurlijk dat, zeker in de klantgerichte hoek, dat daar aantrekkelijke markten liggen met allerlei sensoren. Waarom wij hier vandaag staan is ook om te laten zien, of te gaan laten zien, dat zelfs live HD ook mogelijk moet gaan zijn op zeer korte termijn. Zo'n drone, met mooie woorden gezegd, ziet er als het ware zo uit. Bij mij op de stand staat dit model in een iets zwaardere uitvoering. Daarmee gaan wij binnenkort de eerste vluchten maken om streaming te doen van live opname van sportbeelden. Er zijn natuurlijk allerlei alternatieven. Alternatieven die je niet wenst, alternatieven voor speciaal gebruik. Ik weet het, het is gewoon een heel palet waaruit men moet kiezen voor bepaalde dienstverlening. Hier ziet u een paar voorbeelden, infraroodbeelden.
is voor een industriële markt waar wij ook mee bezig zijn. Van de andere kant, sportopnames spreken voor zich, inspecties van gebouwen. Dit is ook een heel uitdagende factor. Wij onderzoeken op dit moment inspecties aan windmolens. En dan roepen ze acuut offshore. Of dat gaat lukken, het hangt van de techniek af. Het is heel zwaar. Trillingen zijn niet toegestaan. Wij ontwikkelen eraan. Dit is in feite wat men ook wil. Ik zie dat de tijd snel gaat. Dit zijn beelden die wij hebben gemaakt voor bepaalde markten. Agriculture, precisielandbouw, optrekjes, windmolens. En that's it. Dankjewel. Heb je goed gedaan. Allemaal, dank jullie wel. En ik hoop dat jullie veel publiek trekken. Bezoekers van het congres wil ik vragen om met gezwinde spoed terug te gaan naar de zaal. Want dan kunnen ze gaan luisteren naar Kevin Slavin. En Kevin Slavin van Starlink TV is echt iemand die u moet beluisteren. Hij gaat een keynote geven over nieuwe vormen van televisie maken. En hij is niet voor niets na de lunch gezet. Niet om u rustig te laten indutten, maar het tegendeel. Ik kan hem bij ieder aanbevelen. Kevin Slavin, dank u wel. Tot straks 3:30 gaan we hier weer terug met de innovaties. Dank u wel.